Een ervaren technicus die werkte voor een groot Chinees e-commerce bedrijf deelt zijn ideeën over CCP-propaganda. Hij gelooft dat sancties tegen Chinese apps zoals door de VS en India de juiste weg is. Vandaag zie je het eerste deel van het interview met William Guo. William Guo werkte zo'n 2,5 jaar als een senior technicus voor Alibaba in China. Hij specialiseerde zich in Alibaba Cloud technologie voor overzeese klanten en is een top-expert in de sector. Echter, de CCP-achtige bedrijfscultuur dwong hem uiteindelijk ontslag te nemen. Alibaba is een Chinees multinational technologiebedrijf, gespecialiseerd in e-commerce, detailhandel en internet. Guo zegt dat in China grote private ondernemingen niet anders kunnen dan de wetten van de CCP volgen. Om te kunnen overleven en groeien, moeten bedrijven informatie delen met het regime. Dus als onderneming, als je een marktaandeel wil in China, zul je waarschijnlijk een compromis moeten sluiten. Ik weet dat veel grote bedrijven en organisaties een internationaal beleid hebben. Maar met China moeten ze hun internationaal beleid veranderen en aanpassen aan het lokale beleid van China. Hij zegt dat hij het eens is met de VS en India wat betreft sancties. Hij zegt dat het bannen van Chinese social media software noodzakelijk is. Voor hem is het verlies van privacy niet de grootste bedreiging. Wat erger is, is dat de CCP dit medium gebruikt om de gedachten van mensen te beïnvloeden en de waarheid beetje bij beetje te vervormen. Wat me de meeste zorgen baart is dat het onderdeel is van de CCP-propaganda. Dat is het ergste. Hij waarschuwt dat men de CCP-propaganda nooit moet onderschatten, want het is uitgekiend en effectief. Als iemand gevoed wordt met informatie er ermee doordrenkt is, zal deze persoon erdoor beïnvloed worden. Als je een gewoon persoon bent met het verlangen naar vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, en je wil niet dat je geest onderdrukt wordt, je wil niet dat je herinneringen gemanipuleerd worden, dan denk ik niet dat je in zo'n bewind kunt overleven. Hij had contact met mensenrechtenactivisten in China en vertelde dat het eigenlijk normale mensen zijn die veel ellende hebben doorgemaakt. Van enkele waren de kinderen vergiftigd met giftige vaccins. Sommigen verloren hun huis door gedwongen sloop. Het is niet veel anders dan gekooide dieren. China's economie is heel slecht op het moment. Dus de overstromingen, rampen en het virus, het is een zooitje. Wat je ziet aan politiemacht en de mogelijkheid om de democraten op te sporen, dat wordt voortdurend versterkt. Zelfs Peking, de hoofdstad van China, is geen uitzondering. Veel advocaten worden gearresteerd als ze gewone mensen die vervolgd worden willen helpen. Reportage door Xu Wanghui, NTD News.